En dan krijgen we nu eigenlijk het een belangrijk moment van de dag. En dat is het uitreiken van de Duchenne Award. Dit doen we al jarenlang. En vandaag gaat hij naar iemand die hem eigenlijk al jaren geleden had moeten krijgen. En waarom het niet gebeurd is, weet eigenlijk niemand. Maar vandaag is dan de grote dag. En diegene is voor iedereen echt onmisbaar. Doet ook heel veel voor de internationale organisatie. En als je ergens met hem in een vergadering hebt gezeten, vragen de mensen altijd: mag je de volgende keer er ook weer bij zijn? Kan dat? En in Italië zijn nu mensen die zeggen: kun je hem ook klonen? Nou, ik denk dat degene die het is het al weet. Ed Snitselaar. Wil ik die? Ja, 24, 25 jaar. Duchenne oom. Dus mochten jullie nog ooms in de familie hebben die ook graag iets willen doen voor het Duchenne Parent Project, schroom niet. Ja. Oh. Sorry, ik ga jou de microfoon geven. Oké, nou, voor mij is het echt. Ik wist niet dat ik moest stoppen, maar. Oké. Dat... Ja, nee, weet ik niet. Nou, ja, ik doe dit al heel lang. En wat Lisbeth ook zei, een goede vriend van mij heeft twee Duchenne jongens. Gaat gelukkig hartstikke goed mee, dus dat is heel fijn. En ik weet dat, ja, dat is dus gevoelsmatig 100 jaar geleden dat ik met Ronald Verhoekenstad een keer bij Lisbeth langskwam. En die zei: weet je bij een accountantskantoor? We zoeken nog een penningmeester. Dus pas op, als je bij Lies op bezoek komt, dan sta je 25 of 24 jaar later sta je hier. Ik ben echt onder de indruk. Dat vind ik echt, ik ben echt. Dat had ik echt niet verwacht, snap je? Maar nogmaals bedankt. En ik ga nog zeker wat jaartjes door. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met een hele grote groep. En Lies en Mirjam is er genoemd. En Floor. Een hele groep waarin we dat met liefde doen, denk ik. Dus ik ben er maar eentje van. Hè? Maar ik ben echt, ben echt onder de indruk. Bedankt allemaal. Alsjeblieft. Mag ik er weer meedenken? En bloemetje voor de vrouw, zoals dat heet. Nee, Inge is daar. Ontzettend bedankt ook, Inge, wat jij doet. Dat is ook echt heel erg belangrijk werk wat jullie samen doen. Ontzettend bedankt allemaal.